Dit is hem dan, de nieuwe burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma. Nu nog commissaris van de Koning in Friesland. En als het goed is, vanaf september de opvolger van burgemeester Van Gijsel. Dinsdagavond werd zijn voordracht bekendgemaakt in de gemeenteraad. Als voorzitter van de vertrouwenscommissie is het mij een eer u te mogen mededelen dat Eindhoven een nieuwe burgemeester heeft. De heer John Jorritsma wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Eindhoven. Meneer Jorritsma is nu commissaris van de Koningin in Friesland. Ik denk dat het een heel interessant man is die hier naartoe komt. Die een interessante carrière stap maakt. Dat toont lef, ambitie. Dat iemand als commissaris hier burgemeester wil worden. Het is een man die hier in de omgeving heel lang gewerkt heeft. Zelfs in mijn tijd toen ik wethouder was in 1994 was hij bij de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij betrokken. Heb ik verschillende gesprekken nog mee kunnen voeren in de jaren 96 denk ik dat dat was. Ik heb er wel vertrouwen in. Dit is iemand met bestuurlijke ervaring die een sterke uitstraling heeft. Doortastend kan optreden in deze regio. Iemand waarvan ik ook denk dat hij gewoon ook oog heeft voor de gewone dingen in de stad. De Eindhovense politiek is te spreken over Jorritsma. Hij is dus commissaris en in het verleden burgemeester van Kranendonk en directeur van de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Maar niet alleen zijn netwerk en bestuurlijke ervaring zijn goed. Ook zijn gedrevenheid viel meteen op tijdens de sollicitatiegesprekken. Daar kwam zo'n enorme ambitie en drive vanuit zijn tenen om dit nog te doen. Specifiek in Eindhoven alleen. In combinatie met zijn enorme economische en bestuurlijke netwerken. Die hier Eindhoven echt qua Brainport-regio nog weer een stapje verder kunnen zetten. Nou, het is een stad die ambitie heeft. En een stad die ambitie heeft om op te gaan naar de 300.000 inwoners. Grote ambitie heeft om ook in de regio, de stedelijke regio, de samenwerking hechter en sterker te maken. Ik ga daar niet een eenvoudige baan tegemoet. Ik heb daar mijn handen vol aan deze klus. Daar ga ik voor 100% voor. Toch hadden sommigen in Eindhoven een grotere naam verwacht. Iemand met landelijke uitstraling. Ik denk dat ze toch even moeten googlen, wie is die man? Ja, tuurlijk. En dat heeft iedereen ongetwijfeld ook gedaan. Maar als ik zijn cv bekijk, dan ben ik in ieder geval zeer blij met deze voordracht. Los van het feit dat ik met deze kandidaat blij ben, is het natuurlijk ook wat het aanbod is. Ja. Hij wordt nog wel eens met Annemarie door elkaar gehaald, dus in die zin is hij ook wel bekend. En opvallend, de nieuwe burgemeester is een VVD'er. Opmerkelijk, want de PvdA is al vele jaren de grootste partij. De burgemeester / burgervader is voor ieder Eindhovenaar. Het collegeakkoord van PvdA, GroenLinks, D66 en SP blijft gewoon liggen. En dat is inhoudelijk waar wij voor staan in deze stad. Ja, u zegt dat het om de kwaliteiten gaat, maar ik kan me toch voorstellen in het VVD-kamp prettig dat de burgemeester een VVD'er is. Ja, kijk, weet je, natuurlijk is dat zo. Daar hoef je geen doekjes omheen te winden. Als de ministerraad de voordracht heeft goedgekeurd, wordt Jorritsma in september geïnstalleerd.